and nieuwtjes van het Jeugdjournaal. Goedenavond, welkom bij het 10 minuten Jeugdjournaal. Vandaag zijn we iets minder serieus dan dat je van ons gewend bent. Jeukje in je oor of in je neus, gebruik je dan een wattenstaafje, een zakdoek of gewoon je vingers? Ja, ik voel er wel in mijn neus als er vuil in mijn neus is. Wanneer er vuil in mijn neus is? Als er vuil in mijn neus is. Wanneer ik voel dat wat in mijn neus is en ik het eruit wil halen. Dan buiter ik in mijn neus, ja. Mijn neus soms vuil is of als mijn neus mijn jeuk. De lucht die we inademen is niet helemaal zuiver. Vaak zitten er ook stofdeeltjes bij. De grote stofdeeltjes worden door onze neusharen tegengehouden, terwijl de kleinere deeltjes doorgaan naar onze neusholte. In onze neusholte hebben we een speciale slijmlaag die de kleinere stofdeeltjes tegenhoudt. En dat blijft meestal in de neus liggen of je moet het natuurlijk uitsnuiten om de korst weg te halen, om de ademhaling vrij te maken. Want als zo'n korst daar blijft zitten, kan je ook moeilijk ademen. En het hindert, het kriebelt, het jeukt en dan wil je dat weghalen. Sommige mensen kunnen het niet nalaten om de balletjes op te eten. We kijken dan maar liever de andere kant op. De neusholte is een plaats waar er bepaalde bacteriën, de stafylococcen, huisvesten. En natuurlijk is dat niet goed wanneer zo'n vuile deeltjes en de bacteriën in de mond komen. En dan kunnen ze andere ontstekingen in de mond en keel teweeg brengen. Ik piet er wel in mijn neus, maar ik eet dat niet. Dat is wel vies. En eet je het ook? Nee, dat is vies. Ik eet dat niet, het is vies. Vind je het vies? Ja, natuurlijk. Het is net als een soort groene ding. Nee, ik eet mijn neusboek niet. Ik vind dat zo vies. Ik weet zelf niet hoe het smaakt. Krasje, Safi. Zo heet ik niet, maar als iemand mij zo noemt, luister ik toch. Het zijn mijn bijnamen. Ik heet Jagaira en ik word Yagi genoemd. Ik word Rohani geroepen omdat mijn broer Rohan heet, maar mijn naam is Unisa. Mijn naam is Ilani en het rijm Kerpelani. Heb je geen bijnaam omdat je mollig bent? Ja, Biga. Die vrienden van wat voor bijnaam hebben ze? Motu, dikzak. Kromme neus, lange neus. In mijn klas zit een jongen en ze roepen hem Sapaka. Zo. Waarom? Ik weet het niet, omdat ze hem plagen, omdat hij veel eet. Dat bijnamen komen? Je uiterlijk misschien. Je lijkt misschien lekker op een aap of zoiets. Daarop zeg je appie. Een manier hoe je acteert. Stefan, deze persoon doet als een... Kiskissie. Dan ben je een kiskissie. Oké, wat zei je bijnaam? Kiskissie. Er zijn verschillende verhalen over het ontstaan van bijnamen. Eén verhaal zegt dat het vooral in dorpen is begonnen waar mensen dezelfde naam hadden. De bijnamen werden toen gegeven, zodat de dorpelingen precies wisten wie wie was. Heb je nog vreemde bijnamen gehad in je jongere jaren? Ja, Bakabana. Ik heet Trishala Kali, op school roepen ze me Tri. En ze roepen me Tri omdat een Tri is een visnaam en ze plagen me vaker met een naam Tri. Ik heet Jyoti, op school roepen ze me Miauw. Waarom? Gewoon, want iedereen geeft wel een bijnaam op school. Dit is wel grappig. Hoe noemen jullie mensen jullie als ze jullie zien? Banana man, een strawberry boy. Ik vind het niet zo erg, want een strawberry is schattig, zeg ik, als het ware. Vind je het wel leuk? Je leert veel mensen kennen, dus ik vind het niet erg. En heb je nog andere bijnamen? Bok. Dat alleen. Maar niets met een banaan verder. Vroegere bijnamen ontstonden vaak door het werk of een beroep, een gebrek of een afwijking of door iemands gedrag of kleding. Soms kan een bijnaam best wel lastig zijn. Net als Koubet en zo, dat is niet leuk.
Het is niet goed om te zeggen. Ze vinden andere kinderen beginnen te huilen op mijn school. Ze vinden het niet leuk. Gaan ze gewoon weg soms, gaan ze ergens gaan zitten, praten ze niet tot vriendinnen en zo. Dat vinden we niet leuk te horen. Naar muziek luisteren doe ik met mijn telefoon of een mp3. Nog niet zo heel lang geleden gebruikten kinderen daar een Walkman voor. Klinkt ouderwets, toch? Goedemorgen. Ja. Hebben jullie nog Walkmans? Walkman? Zo. Weet je hoe lang ik zoiets heb gezien? Als ik me niet vergis, deze dingen worden niet meer gemaakt. En de laatste heb ik volgens mij, als ik me niet vergis, 2002 of 2001 verkocht. Dat is lang geleden, ja. Nu komen deze dingen niet meer. Nu hebben we mp3's, iPods, dat soort dingen worden nu gemaakt. Voor elk leuk nummer dat je op de radio hoorde, hoefde je alleen maar op record te drukken. Je cassettebandje zat er al in. Soms pakte je per ongeluk een stukje reclame mee. Of je was net te laat en miste het begin. Na het opnemen, snel je bandje in de Walkman, koptelefoon op en geniet er maar. Voor het eerst muziek luisteren, waarnaar jij maar wil. De Walkman ken ik wel, maar dat ik het ooit heb gebruikt. Ik gebruik de Walkman eigenlijk niet. Ik ken het wel. Ja, ik ken de Walkman zo'n beetje. Ik ken de Walkman zo'n beetje. En ja, ik heb het ook één vaker gebruikt. Zo'n klein ding met de cassette erin, hè. De eerste Walkman werd verkocht in 1979. De baas van Sony kwam zelf op het idee. Maar zijn medewerkers vonden het maar niets. In totaal zijn er zo'n 200 miljoen van verkocht. Als je dit vroeger had, was je in. Maar helaas voor de Walkman-liefhebbers is hij ingehaald door de kleinere en modernere mp3. Ik vind het goed, want dan hoef je niet meer met een groot ding te showen en met al dat soort cassetten. Dus het heeft geen zin meer, weg met de rommels. Ik vind het zielig dat de Walkman niet meer verkocht zou worden in de winkel. Want je kan het gebruiken om naar de radio te luisteren, nieuws en ook andere liederen en zo. Ik vind dat goed, want dan hoef je niet met een grote Walkman mee te lopen. Dan loop je gewoon met een klein ding. Hè. Ja, handiger. Nou, voor mij maakt het niet veel uit als het niet meer verkocht wordt, want ik gebruik de Walkman toch niet. Ik gebruik liever een mp3 of de computer om naar mijn muziek te luisteren. Dus de volgende keer als je naar muziek luistert op je telefoon of je mp3-speler, denk dan even terug aan de Sony Walkman. Hij is namelijk de opa van de moderne gadgets. Maak jij wel eens een churi of een skillai? Je bent echt niet de enige. Een churi komt van de samenleving, denk ik. Ik denk dat een churi van mezelf komt. Ik denk dat wij mensen zelf hebben gemaakt. Er zijn verschillende soorten churis. Lange, korte, luide of een hele vieze. Er zijn verschillende redenen om een churi te maken. Meestal ruzie. Als ik iets niet mag van mijn moeder, of als iemand lastig doet, dan maak ik een churi. Misschien heeft iemand gezegd van, ja, jij gaat je altijd aanstellen. Ik zeg van, ja, ik mag en dan ga ik churi maken, want dan vind ik het wel niet leuk. Een churi maken gebeurt spontaan. Je hoeft er echt niet veel moeite voor te doen. Maar als iemand een churi voor jou maakt? Nou, ik zou me vervelend voelen. Het lijkt gewoon alsof de persoon me niet mag. Dat is helemaal niet goed voor mij. Ik zou zeggen, mijn man, nou ik churi ge meer. Dus mijn man kan qua probleem meer. Zo zou ik reageren. Voor mij gaat het een heel groot ding worden. Want ik kan heel van als mensen churi voor me maken. Zo, dan heb ik het gehad voor deze speciale, grappige uitzending. Ik wens je een prettig weekend verder. Doei!